Welkom bij de kinderneveneens van de Christelijk Gereformeerde Kerk Mussel. Ik ben Maria en ik mag jullie vandaag het verhaal vertellen. Het verhaal van vandaag gaat over de hemelvaart van Elia. Lang voordat Jezus geboren werd, was er een profeet van de Heer die Elia heette. Elia leefde in een moeilijke tijd. Hij moest de woorden van God vertellen aan mensen die eigenlijk niet wilden luisteren naar de Heer. Dat was geen gemakkelijk werk voor Elia. Toch bleef hij zijn best doen. Hij deed wat de Heer van hem vroeg, net zo lang totdat hij klaar was met zijn werk. Hij was toen al best oud. Twee mannen lopen de stad Gilgal uit. Het zijn de profeet Elia en zijn helper Elisa. Elisa kijkt af en toe opzij naar het oude gezicht van Elia. Wat is het bijzonder dat hij hier naast de grote profeet loopt. Elisa, klinkt de stem van Elia, de Heere God wil dat ik vandaag naar de plaats Bethel ga. Blijf jij maar hier. Elisa hoeft niet eens over een antwoord na te denken en zegt, ik laat u niet alleen gaan naar Bethel, ik ga met u mee. Zo zeker als u leeft en als de Heer leeft, ga ik met u mee. Elia knikt en loopt door. Elisa blijft dicht bij hem lopen. Zo lopen ze door totdat ze in Bethel komen.
Maar nog voor ze in Bethel zijn aangekomen, weet een groep leerlingprofeten al dat ze eraan komen. Ze stappen op Elisa af en zeggen tegen hem: "Weet je wel dat de Heer vandaag je meester weg zal nemen?" "Ja, dat weet ik," zegt Elisa. "Praat daar maar niet over." Elisa kijkt weer opzij naar het gezicht van Elia. Vandaag is het de laatste dag. In gedachten loopt Elisa naast Elia verder. "Elisa, de Heer wil nu dat ik naar Jericho ga. Blijf jij maar hier in Bethel." Maar Elisa weet al wat hij wil. Hij wil met Elia mee. Daarom zegt hij: "Ik laat u niet alleen gaan naar Jericho. Ik ga met u mee, zo zeker als u leeft. En als de Heer leeft, ga ik met u mee." En zo gaan de twee mannen verder. Ze beginnen aan de tocht die hen naar de stad Jericho zal brengen. Onderweg wordt er niet veel gesproken. Na een tijd zien ze in de verte de muren van de stad Jericho. Ze lopen rustig verder en als ze dichterbij komen, komt er een groep mannen aangelopen. Elisa herkent de mannen aan hun kleding. Ook dit is een groep leerlingprofeten. De mannen gaan naar Elisa en zeggen tegen hem: "Weet je wel dat de Heer vandaag je meester weg zal nemen?" "Ja, dat weet ik," zegt Elisa. "Praat er maar niet over." Elisa durft bijna niet te kijken naar het gezicht van Elia. Deze Elia, deze bijzondere profeet, zal niet lang meer bij hem zijn. Hoe moet het daarna verder gaan? "Elisa, blijf jij toch hier? De Heer wil dat ik naar de Jordaan ga, maar jij kunt hier blijven," zegt Elia. Maar ook nu weet Elisa gelijk wat hij wil en moet doen. Natuurlijk gaat hij met Elia mee. "Ik laat u niet alleen gaan. Ik ga met u mee, zo zeker als u leeft en als de Heer leeft." Elia loopt alweer en snel loopt Elisa naar hem toe. Dit keer gaan ze niet samen. Van de leerlingprofeten die hun tegemoet zijn gekomen, lopen er 50 achter hen aan. Ze houden wel een beetje afstand, maar ze willen heel graag zien wat er vandaag gaat gebeuren. Het water van de rivier de Jordaan stroomt kalm en rustig. Elia en Elisa blijven staan. De 50 leerlingprofeten die achter hen aangelopen zijn, blijven op een afstandje staan en kijken wat er nu gaat gebeuren. Ze zien dat de oude profeet Elia zijn mantel uittrekt. Hij rolt zijn mantel op en heft zijn arm omhoog. Dan slaat hij met zijn opgerolde mantel op het water. De mannen houden hun adem in en knipperen met hun ogen. Want daar in de rivier gebeurt een wonder. Er ontstaat een pad in de rivier en Elia en Elisa kunnen oversteken zonder nat te worden. De mannen blijven kijken, maar kunnen Elia en Elisa niet meer volgen, want het water stroomt weer als altijd door de rivier de Jordaan. Nu ze samen aan de overkant zijn, lopen Elisa en Elia weer verder. "Elisa," zegt Elia, "vandaag is de dag dat de Heere God mij zal wegnemen. Is er nog iets wat ik voor je kan doen? Is er iets waarbij ik je nog kan helpen? Als dat zo is, moet je het me nu vragen." Elisa kijkt Elia aan en denkt diep na. Wat een moeilijke vraag is dit. Hoe kan hij ooit zo'n goede profeet worden als Elia is? Elia is zo wijs en verstandig en vertrouwt op God. En dan weet Elisa het. Hij heeft dezelfde kracht en wijsheid nodig die Elia heeft. Hij zegt tegen Elia: "Geef mij alstublieft de kracht die u van de Heer hebt gekregen. Dan kan ik net zo'n goede profeet worden als u bent." Elia zegt: "Je vraagt me iets wat ik je niet kan geven. Dat kan alleen God je geven. Maar als je straks zult zien dat ik van je weggenomen word, dan zul je krijgen wat je hebt gevraagd. Als je het niet zult zien, dan zul je ook niet krijgen wat je vraagt." Elisa knikt en al pratend lopen de twee mannen rustig verder. Plotseling komt er een wagen aan. Het is geen gewone wagen, het is een wagen van vuur. En de wagen wordt getrokken door paarden van vuur. Het begint hard te waaien en in de storm komt de wagen tussen hen in en neemt Elia mee naar de hemel. Elisa ziet het allemaal gebeuren. Hij schreeuwt: "Vader, vader, wagen van Israël en zijn ruiters." Dan is Elia verdwenen. De paarden en wagen van vuur zijn verdwenen en Elisa staat er alleen. Dit was de laatste keer dat Elisa Elia heeft gezien. En als dat tot hem doordringt, scheurt hij zijn kleding doormidden als teken van verdriet. Door zijn tranen heen ziet hij iets op de grond liggen. Hij raapt het op en ziet dat het de mantel van Elia is. Hij houdt de mantel dicht tegen zich aan.
Elisa draait zich om en begint weer in de richting van de rivier de Jordaan te lopen. Bij de rivier blijft Elisa staan. Het water stroomt gewoon, zoals altijd. Maar Elisa denkt aan wat er eerder die dag is gebeurd, toen hij hier nog samen met Elia stond. Zonder lang na te denken rolt hij de mantel van Elia op, net zoals hij dat Elia had zien doen. Dan slaat hij op het water en roept: "Waar is de Heer? Waar is de God van Elia?" En ook nu stopt het water met stromen en verschijnt er een pad dwars door de rivier. Elisa stapt op het pad en wandelt naar de overkant. De leerlingprofeten staan daar nog steeds te wachten en te kijken. Ze zien alleen Elisa, de profeet Elia zien ze nergens. En ze zien hetzelfde wonder gebeuren als eerder die dag. Elisa heeft de kracht van Elia gekregen, roepen ze. Ze lopen snel op Elisa af en vallen op hun knieën voor hem neer. "Wij kunnen voor u op zoek gaan naar Elia. Misschien is hij op een van de bergen of in een van de dalen hier in de buurt?" "Nee," zegt Elisa, "dat is niet nodig." Maar de mannen houden vol en dan zegt Elisa: "Doe maar wat jullie willen." 3 dagen lang zoeken de mannen naar de profeet Elia, maar ze vinden hem nergens. Elisa wist dat natuurlijk al. Hij heeft gezien hoe Elia van de aarde naar de hemel is gegaan en hij weet dat hij heeft gekregen waar hij om gevraagd heeft. De kracht die Elia van God kreeg, die krijgt hij nu van de Heer. In de komende week is het Hemelvaartsdag. Op deze dag denken wij eraan dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Zijn werk op de aarde was klaar. Hij is gestorven voor alle zonden van de mensen, maar hij is ook weer opgestaan uit het graf. Jezus heeft gewonnen. Jezus is op een andere manier naar de hemel gegaan dan Elia. Maar net als bij Elia zijn er bij Jezus mensen doorgegaan. Mensen die overal gaan vertellen over Jezus, over zijn macht en kracht. Dat zijn natuurlijk de discipelen van Jezus. Elisa kreeg de mantel van Elia, als teken dat hij zijn taak mocht voortzetten. De discipelen krijgen de Heilige Geest. Die geeft hun kracht. Daar mogen we donderdag over horen als het hemelvaart is. Luisteren jullie dan ook weer mee? Ja.
Zullen we danken? Dan vouwen we onze handen en sluiten we onze ogen. Lieve Vader in de hemel, dank u dat we vandaag weer mochten luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Dat we mochten horen hoe machtig u bent. Heer, voor u is er geen wonder te groot. Dank u dat u bij ons bent, ook al doen we vaak verkeerde dingen. Dat we dan steeds weer bij u mogen komen, Heer, en dat u ons vergeeft. Heer, wilt u met de kinderen zijn als ze de komende week weer naar school gaan? Wilt u ze helpen bij de dingen die ze doen? Wilt u ons allemaal nabij zijn en wilt u ons helpen lichtjes te zijn voor anderen, zodat er steeds meer mensen mogen horen van uw liefde? Heer, donderdag is er Hemelvaartsdag. Ook dan kunnen we nog niet bij elkaar komen. Er zal een online kinderdienst gegeven worden en ik wil u vragen, wilt u uw zegen hiervoor geven? Heer, dit alles vragen wij niet omdat we het verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. Fijn dat je vandaag weer mee hebt geluisterd naar het verhaal van de kindernevendienst. Voor nu is er een werkje. Je kunt het vinden op de site van de kerk. Donderdag is het Hemelvaartsdag. Dan is er ook een nevendienst voor jullie. Luister je donderdag weer mee? Ik wens jullie allemaal een fijne zondag. De zegen van God wens ik jou toe. Weet dat hij jou nooit verlaat. De zegen van God blijft bij jou. Overal waar je gaat. De zegen van God wens ik jou toe. Weet dat hij jou nooit verlaat. De zegen van God blijft bij jou. Overal waar je gaat. Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. Liefde en vreugde zal hij aan je geven. De zegen van God wens ik jou toe. Van God.